en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is het all about the skin, want ik ga vandaag jullie laten zien hoe je glass skin kunt creëren. Voor de mensen die niet weten wat glass skin nou precies inhoudt, dat houdt gewoon in dat je huid een beetje lijkt op glas. Het lijkt een beetje op een porseleinen huid, het is helemaal egaal, het glanst ook heel mooi. De glans is echt heel belangrijk bij een glass skin. En het heeft gewoon zo'n prachtige glow, je hebt ook geen poriën, alles is gewoon helemaal perfect. Tenminste, het lijkt perfect. Dus glass skin houdt gewoon basically in dat je een hele mooie, egale, glanzende, glowy huid hebt. En dit is ook te creëren met make-up. Dus als je huid niet zo is van zichzelf, dan gaan we het gewoon doen met make-up. Dat ga ik vandaag ook doen. Ik heb wel een egale huid, maar ik heb echt absoluut geen glanzende huid. Ik heb een best wel doffe huid. Het straalt niet echt, dus ik doe er altijd alles aan om mijn huid een beetje te laten stralen. Mijn huid is ook best wel droog. Dus glass skin make-up is ideaal voor een huidtype als mij, als je een normale tot droge huid hebt. Als je een vettige huid hebt, is deze make-up stijl iets minder voor jou, omdat je al een vrij glanzende vettige huid hebt en wij vandaag alles nog meer gaan laten glanzen. Ik vind het altijd een prachtig effect als mijn huid een beetje zo glanst en een beetje zo straalt. Dus ik ga jullie vandaag laten zien hoe ik zelf altijd met make-up glass skin creëer. Dus vind je het nu al leuk, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week en dan gaan we snel beginnen met deze video. Fun fact, het hele concept van glass skin is gecreëerd door 2 vrouwen in Korea, in Japan, China en zo. Zijn mensen sowieso altijd al van de natural make-up en echt de porseleinen gezichtjes. Als je kijkt naar de make-up daar, is het echt allemaal zo. En dat is nou ook een beetje overgewaaid naar hier. Ik heb mijn wenkbrauwen al gedaan en ik heb dagcrème op. Vergeet niet om dagcrème op te doen, is een belangrijke stap om je huid, ja, mooi te laten stralen. Ik ga beginnen met het primen van mijn gezicht. Daarvoor gebruik ik deze Pixi gezichtsolie. Gebruik een gezichtsolie als je glass skin wilt, want de olie gaat het helemaal zo glanzend maken onder je make-up. En de vettigheid van de olie komt dan ook nog straks een beetje door je make-up heen, waardoor je altijd zo'n mooie lichte glow ziet. Dus gezichtsolie is echt een hele belangrijke stap. Deze van Pixi is echt super fijn. Deze gebruik ik echt altijd. En dan breng ik gewoon zo een beetje aan op mijn handen. Of ja, het is op zich best wel veel. En dan breng ik het gewoon zo aan over mijn hele gezicht. Er is niks wat je gezicht meer laat glanzen dan een gezichtsolie. Ik doe altijd best wel veel, omdat ik toch wel een normale tot droge huid heb. Dus als je een droge huid hebt, kun je best wel wat meer aanbrengen. Als je gewoon een normale huid hebt, breng dan gewoon een beetje aan. Kijk, je ziet al gelijk helemaal die glans over mijn hele gezicht. Even laten intrekken. Dan wil ik er natuurlijk ook voor zorgen dat mijn huid zo egaal is als kan. Dus ik ga ook nog in met mijn Elf Body Primer. En dit is een primer speciaal gericht op de poriën, om het daar helemaal mooi egaal te maken. Dus ook dit is een hele belangrijke stap om je huid mooi egaal te hebben. Ik breng ook best wel veel aan, zoals je kunt zien. Maar wel echt alleen maar op de plek waar ik dus dat heb. Dus echt zo hier en dan lekker zo hier erin drukken. En ook een beetje bij mijn kin, met wat nog gewoon een beetje zo op mijn handen zit. En dan weer even alles goed laten intrekken. Dan is het tijd voor foundation. Qua foundation zou ik sowieso iets aanraden met een medium of een volledige dekking. En een foundation die glanst. Eentje die ik perfect vind voor glass skin is de Catrice True Skin Foundation. Deze heeft een hele mooie medium en hele mooie glanzende finish. En dat maakt hem echt ideaal voor glass skin. Ik heb de kleur 039 Warm Olive. Ik breng hem aan met mijn Revolution X French Spons. En hiervan mag je echt best wel wat aanbrengen. Dit is niet per se een look waarbij je maar een klein beetje make-up mag aanbrengen ofzo. Glass skin is gewoon een mooie, egale, glanzende huid. En als je dat met make-up doet, vooral als je een egale huid wilt, moet je best wel wat product aanbrengen. Ik ga ook in met een heleboel cream producten om dat echt dat mooie glanzende effect te creëren. Dus ik ga ook cream contouren met mijn Huda Beauty Tantour in de kleur medium. Dit is echt een super creamy product. Het is ideaal voor deze look. Je zou denken dat elke cream contour heel creamy gaat zijn, maar dat is dus echt niet. De Huda Beauty Cream Contour is echt super creamy. Bijvoorbeeld de Fenty Beauty Cream Contour Stick is niet zo creamy. Dus ondanks dat alles een cream contour is, is het niet allemaal even creamy. Ook voor blush en highlighter gebruik ik een cream product. Ik gebruik dit product van Olcay Goulson Beauty. Dit is de Highlight Plus Multi Face Color in de kleur Gold Plus Bronze. Ik vind dit echt super mooi. Je kunt het gebruiken als bronzer en blush, maar ik vind hem als bronzer niet zo mooi, maar als blush vind ik hem echt fantastisch. Fantastisch. En dan als je deze dop een beetje zo doordraait, dan is hier de cream highlighter. Dus zo'n 2-in-1 product. Echt een super fijn product vind ik dit. En dan pak ik eerst de cream blush een beetje. En die ga ik dan zo hier zo aanbrengen. Een beetje op mijn wangen.
Dit is echt een prachtige kleur. Omdat het dus ook te gebruiken is als bronzer, al vind ik van niet, is hij dus ook een beetje zo bronzy-bruinachtig. Dus het is een beetje een mix van roze en bronzy. En dat maakt het echt super mooi naturel. En de highlighter breng ik gewoon een beetje zo aan met mijn vinger. Gewoon een beetje zo hier, om een beetje een extra glow te creëren. Dan breng ik ook wat concealer aan. Ik gebruik mijn NYX Kenstap Woonstap Concealer in de kleur Natural. Dit is een volledig dekkende concealer. Hij is niet glanzend, hij heeft een beetje zo'n natural finish. Ik gebruik niet echt alleen maar glanzende producten, want dan wordt je gezicht weer iets te glanzend en dan lijkt het gewoon vettig. En dat wil je ook weer niet. Dan ga ik ook nog in met poeder. Poeder zal altijd moeten. Ook al als je voor een glanzende look gaat, poeder moet. Want cream producten bewegen en het gaat niet goed zitten de hele dag. Al echt like binnen een half uur ga je zien dat heel je make-up eraf aan het gaan is en alles. Dus poeder moet. Ik gebruik voor vandaag deze Elf Halo Glow poeder. Deze poeder is ideaal voor zo'n look omdat er een hele lichte glans erheen zit. Ik breng de poeder alleen maar aan op de plekken waar concealer zit. Niet over mijn hele gezicht omdat ik dan een beetje ja, de naturel glans weghaal. Dus echt alleen maar waar concealer zit. Ik ga ook even snel mijn neus contouren met dit paletje van Revolution en ik gebruik deze kleur. En dan wat MAC Fix Plus. Ook een hele belangrijke stap om wat hydratatie terug te brengen in je gezicht. Van MAC Fix Plus mag je echt best wel veel aanbrengen. Gewoon, je mag je gezicht echt gewoon helemaal zien glanzen. Zie je hoe het helemaal zo nattig is? Dat is echt perfect, want het droogt dan helemaal zo mooi op. Wel eerst laten drogen voordat je verder gaat, obvious. Oké, dan ga ik heel even snel de makkelijkste ooglook ever maken. Dit oog is weer een klein beetje opgezwollen, altijd zo irritant. Ik maak gewoon even een wing en mascara. Ik gebruik hiervoor mijn Messauda Eyeliner Pen en deze Sky High Mascara van Maybelline. Oké, ogen zijn helemaal klaar. Gewoon super makkelijk mascara en eyeliner. Nou ga ik mijn gezicht bronzen. Ik gebruik deze Milani bronzer. Dit is een baked bronzer. Dus er zit een heel klein beetje glans in. Ik heb de kleur 05 Soleil. En de glans is niet too much. Het is gewoon een hele mooie lichte glans. En dat vind ik heel erg mooi. Mijn bronzerkwast is van Boozy Shop UP02. Dan pak ik weer een beetje van deze cream blush, want hij is nou een heel klein beetje vervaagd. Dus ik pak hem weer een heel klein beetje en breng het gewoon weer een beetje zo extra aan. Gewoon echt maar een beetje, om weer een beetje die kleur terug te brengen. Ik wil niet ingaan met een poeder blush, ik wil echt alleen maar deze cream blush gebruiken. Oh jongens, I love it. Kijk even hoe mooi dit is. Echt fantastisch. Heel mooi naturel ook gewoon nog. Dan is het ook nog tijd voor een poeder highlighter. Ik gebruik deze Be Glassy highlighter van Maria Malky Cosmetics in de kleur Goddess. Dit is echt een prachtige gouden highlighter. I love it. Kijk, hier staat ook mijn naam op. Super cute. En die breng ik lekker veel aan en dit gaat helemaal een heftige glow geven aan je hele gezicht. Beetje hier. Omdat je nou ook zoveel cream producten eronder hebt zitten, wordt deze glow ook heftiger. Dus breng gewoon een klein beetje aan, anders wordt het misschien wel echt te veel. Kijk hoe mooi. Oh, I love it. En dan ook een beetje hier bij mijn voorhoofd voor die glow. Je brengt gewoon basically overal aan waar ook zeg maar de zon je gezicht zou verlichten. Oké, en dan nog de lippen. Ik ga voor een mooie glossy lip. Ik ga eerst in met dit lippotloodje van MAC in de kleur Whirl. Is een beetje een rozige nude lippotloodje. En dan ga ik het inkleuren met deze beetje rozige lipgloss van Pixi. Dit is de kleur Perfect of zoiets. Perfect. Dit is in samenwerking met Chloe Morello. Dit is echt de mooiste lipgloss ever. Het heeft ook zo van die hele kleine lichte glitters erdoorheen. I love it. En dan als laatste fixing spray. Ik gebruik mijn Morphe Hydrating Fixing Spray om mijn gezicht weer als laatste keer te hydrateren. En alle make-up goed te lokken, zodat het goed blijft zitten de hele dag.
Nou jongens, dit was het dan. Dit was mijn Glass Skin Makeup Tutorial. Wat vonden we ervan? Ik vind het echt prachtig. Mijn huid is zo mooi glanzend. Zo mooi egaal. Maar het lijkt niet vettig. Het lijkt gewoon alsof ik zo'n mooie natural gloed heb over mijn hele gezicht. Ik vind de blush ook super mooi. Als je meer blush zou willen, je kunt altijd meer blush aanbrengen. Dit is ook echt een ideale make-up routine voor iedereen met een droge huid. I love it. Ik vind het echt prachtig. En het lijkt helemaal niet alsof je echt heel veel make-up op hebt of wat dan ook. Dus ik vind het echt top. Ik vind het echt super mooi. Laat me weten wat jij ervan vindt. Is dit een make-up look die jij zou dragen? Let me know beneden in de reacties. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!